Goedemiddag, ik ga vandaag de tweede deel doen van het Sennebeemdebos. Dus de vorige keer ben ik hierin gegaan en nu gaan we vandaag de andere kant nemen en die wegnemen. Die zijn nu tegenwoordig bewegwijzerd door het Natuurbund. Dus ik ben eens echt benieuwd om te zien wat dat dit parcours nu gaat geven. Zijn we dan aan het einde gekomen van dit bos. Het blijkt momenteel toch maar één pad te zijn, gewoon dwars door de natuur. Maar hierachter staat een bord en ik heb de indruk dat ze op die manier in de toekomst in dat bos hier meer een lus gaan leggen, dat je in feite hierdoor nog gaat kunnen teruggaan tussen de bomen.
Zo, een beetje verwarrend allemaal. Dus blijkbaar als je verder in deze dreef gaat, ik zal het maar zo noemen, dan kom je nog verschillende toegangspoortjes tegen. Uiteindelijk die aan de linkerzijde, ik zal het zo noemen, die komen uiteindelijk allemaal op hetzelfde pad uit. Dus zo groot verschil is dat niet. De rechterzijde die gaat volledig in dat teelbos. Dat is eigenlijk een heel pak interessanter. Maar als je hier zei, kun je even goed de linkerkant als de rechterkant eens een keer doen. Je hebt dat al eens gezien. Het is in ieder geval de moeite waard. Spijtig dat hier de autostrade zo dichtbij is. Maar het bos is zeker de moeite waard om te bezoeken. En zeker nu dat het bewegwijzerd is door het natuurpunt. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk hebben gevonden. En moest dat zo zijn, duimpje omhoog op YouTube is tof. En abonneren op mijn kanaal. Want dat vind ik nog veel toffer. In ieder geval toch bedankt dat je gekeken hebt. En graag tot de volgende video. Dag.